Om deze spoorwegovergang gaat het. In de afgelopen jaren 2 ongelukken met fatale afloop en een bijna ongeluk in februari met een taxibusje vol kinderen. De gemeenteraad van Bilthoven heeft er al vaak over gesproken. Toch wil raadslid Van Maren nogmaals weten hoe het met de veiligheid van de overgang staat. En ik ben niet de enige die daar tegenaan loopt. Alhoewel sommige collega-raadsleden de vragen van Van Maren een herhaling van zetten vinden. Moet ik zeggen dat de heer Van Maren het spoor kwijt is. Hij is het spoor bijster. Ja, maar er leeft natuurlijk toch onrust bij de bewoners van de Leien. En daarom had ik zoiets van, ik wil nog één keer echt expliciet horen dat alles gedaan is. Want dan kan ik met een gerust hart ook naar mijn bewoners vertellen. Alles is eraan gedaan. In de zaal zijn ook vertegenwoordigers van wijkraad de Leien aanwezig. Ze zijn tevreden met de antwoord van het college, maar toch zien ze graag dat de overweg ondertunneld wordt. De burgemeester heeft ook aangegeven dat de treinen alleen maar langer gaan worden. Dus ja, die mensen die daar voor die dichte bomen staan, ja, worden ongeduldig en willen er doorheen. Als de gemeente daar een bijdrage moet leveren, zal het CDA daarvoor pleiten. Want hoe dan ook, die tunnel, daar gaat het ons om.